Ik gooi even jou van je bed. Nee, nee. Ja. Even wachten. Is lekker. Bizar. Hebben we dus cadeautjes gekocht voor Bo. Je gaat helemaal stuk ons cadeau. Echt heel veel. Holy fuck. Maar... ik heb gisteren een nieuwe broek gekocht. Heb ik dat laten zien? Volgens mij niet eens meer. We weten helemaal niks. Maar jullie weten, helemaal niks. Nee, even doe het niet zo boos. Oh, hoe lekker is dit. Woo! En eigenlijk kan je het ook gewoon... Wow, okay. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is inmiddels iets van 2 of 3 weken geleden voordat ik laatst heb gevlogd. Geen uitleg. We gaan gewoon weer lekker beginnen. Ik weet niet wat er was, maar ik had gewoon... Okay, wauw, het leven is me echt niet gegund. Ik wilde vanochtend filmen en toen liep veel letterlijk mijn camera uit omdat de batterij leeg was. Maar ja, ik ging daarna toch naar school. Ik weet niet wat ik precies zei. Maar ja, ik ben dus daarna naar school gegaan. Niet zoveel bijzonders gebeurd. School is school. Ik heb er echt gezeten. Dat ik dacht, wat doe ik hier? Ik ga me even omkleden. Ik ga sporten met Bo. De laatste tijd heb ik niet echt op de film gezet. Maar sinds ik eigenlijk niet vlog, ben ik super veel bezig met sport. Ik sport echt 2-3 keer in de week. Vorige week zelfs meer. Bijna elke dag. Ik vind het gewoon lekker. Gewoon een beetje aan de summer body werken. Dus ik ga even omkleden en ga ik Bo ophalen. En ja, dat is het eigenlijk. Mijn vader heeft zijn been gebroken. Ik wilde vorige week vloggen en toen heb ik uiteindelijk de eerste paar dagen alleen maar met hem in het ziekenhuis gezeten en zo. Dus daardoor ging de vlog ook wel niet. Ja. Het is gewoon, ik kan het niet zeggen. Dat is niet echt een reden voor. Het kwam er gewoon niet van. En nu wil ik wel weer lekker vloggen. Dus gaan we doen. Outfit of the day. Ik denk dat er al... Ja. Ik heb een video gemaakt van allemaal shine spullen. Daar heb ik deze onderhand ook vandaan. Dus als je die shoplog wil zien, moet je even... Dus ik zal je een infokaart zetten of in de beschrijving zetten. Maar ik heb in ieder geval deze ding aan. Ik weet niet wat het is. Met deze legging. Met deze legging van de Bershka. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten van deze. En ik had daarbij witte gimpen aan. Maar die heb ik nu uit. Maar ik ga nu eventjes omkleden. Dus ik zie jullie zo meteen. Oké, ik ben nu bij Bo. En we gaan een scoopie nemen. Scoopie erbij. We hebben dit gekocht van Joel Beukers. En ja, de laatste tijd gebruiken we dat. En het werkt best wel goed. En het werkt wel lekker, ja. Ja. Maar dit is wel een lekkere smaak. Dit is Tropical Gold, volgens mij. Ja. Ja. Want we hadden eerst van Bose, maar dat is een beetje... Nee, Bosbes. Ja, Blueberry. Ja. Oh, Blueberry. Ja. En dat was een beetje... Heel vies. Dat was zo zoet. Ja. Dat... Nee, ik moest echt van kotsen van. Maar ik moet wel even een beetje water erbij hebben. Heb je... Nee, maar gaan we het mixen of gaan we het losnemen? Nee, we zullen het 1 keer los doen voor de grap. Even voor de grap, gewoon. Ja, eerst. Oh ja, nee. Ja, ik ga hem in mijn mond dan gooi ik hem bij jou erin en dan gaan we tegelijk drinken. Ja. Ik gooi even bij jou van je bed. Nee, nee. Ik doe het zelf wel. Nee, het is leuk als je bij elkaar doet. Hoezo? Oh, dat moet je niet in doen, dus je Je moeder zit echt te kijken, want die zijn niet goed. Nee, die zijn niet goed. Zo groot? Nee, ik weet niet wat jij altijd doet. Het is echt heel vies. Ja, ik wil toch. Nou, ik doe het wel. Maar dit mag niet mijn mond raken, denk ik. Ik moet even afspoelen. Nee, niet mond raken, het moet niet nat worden. Dit. Je moet het even gewoon echt zo doen. Zo. Ja. Oké, wacht even. Even wachten. Niet doorslikken, dat moet pas met water. Doe maar water. Dan ga ik droge poeder doorslikken. Waarom doe je dat? Ja. Eeuw. Maar zoveel vieser vind ik het eigenlijk niet.
Want ik vind als je dat moet atten, vind ik heel vies. Nu proef je bijna niet. Dat was echt wel hoor. Zo. Ja, maar wel anders. Ik vind het niet ja. Beter. Nou, dat is nu weg. Ja, het is geen smaak meer. Nee. Op. Als je dat spul moet altijd, altijd vind ik zo vies. Dan laat je zo een nasmaak in. Maar we komen bij mijn keel. Met tintelen lippen, tintelen gelijk al. Ja? Ja. Oké, ik wil het echt terugzien. Kijk hoe mooi. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Het is echt niet normaal. Ik ben echt kotsmisselijk. Ik heb vannacht 3 uur geslapen. Ik kon gisteravond niet slapen, waardoor dat Scoopy... Ik had zoveel cafeïne in me. Ik lag tot 2:30 wakker. En ik werd helemaal gek. Ik kon niet slapen. Zo, zo kut. En ik moest om 6:30 eruit. En ik sliep om 2:30. Dus heb ik 4 uur geslapen of zo. Echt, my god. Niet normaal dit. Ik heb in ieder geval gewoon deze trui aan. Ik heb wat kettingen om. En een zwarte broek gewoon. Ik ben er echt klaar mee. Ik heb gewoon een trainer broek aan. Fuck it. Ik ga nu lekker met de auto naar de bushalte. Want ik ga echt niet fietsen nu. En ja, ik ga nu naar school. So fucking good life. Met iets wel in de stad. Iets wel lekker een hotdog. Met alles erop en eraan. Even kijken. Is lekker. Ik heb net Burger King op. Dus ik heb al genoeg gegeten. Maar we gaan even een cadeautje kopen voor Bo. We hadden net een hele leuke Swarovski's erin gezien. Maar we moeten verder kijken. Morgen is wel jarig. We moeten ook even leuke kaarten zo kopen. Ja. Oké, okay, komt helemaal goed. Komt goed. Hoi. Oké, okay, ik zie er echt niet uit. Holy shit. Nee, dat is echt niet normaal, maar boeien. Ik ben inmiddels toch van werk. Ik werk nu bij de apotheek als bezorger in de auto. Het is echt super chill werk. Dus daar ben ik super blij mee. Vanmiddag hebben we dus cadeautjes gekocht voor Bo. Ik zweer, je gaat helemaal stuk ons cadeau. Verder heb ik ook nog iets anders gekocht. Dat laat ik ook even zien. Dat is deze trui aan van Shein ook. Die heb ik ook in de shoplog. Maar ik heb deze broek van de Bershka. Het is gewoon, ja, gewoon zo'n broek. Ja, hoe noem je dit voor broek? Alleen zit hier een sleutel aan, maar dat ga ik er denk ik afhalen. Dat vind ik weird. Kijk daar, ga ik het afhalen. Ik ga zo meteen even de video editen. Wil ik morgen online hebben. Ik zie er echt niet uit. Oké, okay, voor het eerst hebben we heel mooi en heel leuk... een hele leuke ring gekocht van Swarovski. Een hele mooie ring. Ik zal het morgen wel laten zien in de vlog. En Bo zit altijd... nou, niet Bo alleen, maar we zitten altijd te kutten met... we gaan een dildo geven. We gaan ja, gewoon allemaal van die kut cadeautjes, van die kutgrapjes. Dus een keer gingen we indrinken en toen waren we een beetje aangeschoten. Toen zat Bo, ja, ik wil echt een dildo voor mijn verjaardag. Wat we hadden het erover, maar het was gewoon als grapje. Dus Isban en ik zaten van, ja, we willen eigenlijk even met fucken met Bo. Dat we willen eigenlijk gewoon een kut cadeau geven. En dat ze denken van, what the fuck, is dit een cadeau? En dat we dan in de avond gaan we namelijk wat drinken in Amsterdam. En dat we dan met dit cadeautje komen en zeggen van, oké, nee, dat was niet echt een cadeautje. We hebben dit echt een cadeautje. Maar ze hadden te denken van ja, het was een beetje geloofwaardig. Want we willen ook niet veel geld uitgeven aan een kut cadeau. Terwijl, wat moet je dan geven? Wat is een kut cadeau? Dat we kunnen een fucking kaars geven. Maar dat is ook niet geloofwaardig, weet je wel. Dus we gingen naar de Kruidvat. En daar hebben we een dildo. Ik ging mijn stuk. De ding was nog fucking 20 euro. We dachten even een grappig cadeautje erbij. Maar ik... zo benieuwd. En we hebben deze tas erbij gekocht met Enjoy. Maar ik moet nog even inpakken. En het bonnetje eruit halen. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Morgen even een kaart halen nog. Even leuk en zo. Maar echt, ik ga zo stuk. Ik ga morgen haar reactie filmen. Want hilarisch. Morgen allemaal. Ik zie er echt niet uit. Maar ik heb geen tijd meer. Jezus, het is toverbelicht. Holy fuck. Maar ja,
Wat kan je eraan doen? Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb dit shirt aan met deze broek. Daarover heb ik dit leren jasje. Van de shoplog. Ik val in slaap. Ik ben op school met Marel en Anna. En we wilden een uur geleden al beginnen met school. We zijn nog steeds niet begonnen. Het is alleen maar te kutten. Ik heb ook gewoon zo geen energie voor. Jawel, we gaan om half beginnen. Oké, ik ben nu dit aan het maken. Hoorden jullie wat ik zei? We gaan om half beginnen. Want ik heb alleen nog maar dit geschreven. Ja. Dit is allemaal gewoon de opdracht. Kijk, mijn vader heeft me via de mail uitgenodigd dat ik zei of ik vrijdag meer heb eten. Je ziet niks. Je ziet alleen je ogen. Oké, het is inmiddels avond en ik ben thuis. Ik weet niet of ik het zeg al, maar Bo is vandaag jarig. Superleuk. En ik ga zo meteen naar de toe en dan gaan we zo meteen gezellig een drankje doen in Amsterdam. Ik heb gisteren een nieuwe broek gekocht. Heb ik dat laten zien? Volgens mij niet eens meer. Ik weet het allemaal niet meer. Ik ben helemaal de touw kwijt of de dagen. In ieder geval, ik heb mijn haar even een beetje gefeund. Make-up opgedaan. Opnieuw, want ik was ook gedoucht. Dan heb ik dit shirt aan met glitters. En deze nieuwe leren broek. Deze laarsjes onder. Dus dat is de outfit. En daar doe ik deze tas bij. En ja, ik weet niet of ik het al gezegd had. Maar we hadden dus... Bo. Hadden we? Nou, ik laat het zo wel zien. Ik ben helemaal... ja. Nou, ik heb hier de cadeautjes in. Helemaal leuk. Bo durft de cadeau niet open te maken. Nee, ik heb hem een beetje bang gemaakt. Want hij kan ook echt... Dat ik het niet open kan maken van mijn moeder. Dat ik het ook niet... Nou, ik durf het gewoon niet open. Ze heeft al een deel opengemaakt. Ik durf het gewoon niet. Doe gewoon. Ik schaam me er gewoon een soort voor. Hoezo? Oh, dat vind ik echt niet leuk. Oké. Misschien is het wel heel leuk. Nee, ik vind het gewoon leuk dat jullie zo moeten lachen. Hoezo? Ja, want jullie denken mooi. Ik heet het te lachen. Dus durf die open te maken. Mam, maak jij het ervan? Ja. Het is niet dat er een of ander dier uit komt springen. Nee, dat weet ik ook echt wel. Ik zei het. Ik wist het. Wat is het? Het is wel een dier. Ja. Oké, we zitten nu in de bus. Klopt, onderweg naar huis. Daar onderweg naar Centraal, we zijn met de auto. Isabel was de Bob van vanavond. Het was leuk, mijn hè? Mijn stoel? Ja, haar. Geef mijn stoel. Elke keer denk ik niet. En we waren net, we liepen door Leidse straat, nou iets ernaast. Ik kreeg opeens een gratis drankje. Ik wil me even dat inzoomen, want ik giet ernaar. We kregen... naar binnen dan. Gewoon hier een BMW'tje, ja, kom maar naar binnen. Ja. Zullen we gewoon... Zullen we gewoon niet chicken? Nee, dat heb ik ook niet. Isabel is nuchter. Oh my god, komt dit? Isabel en Bo, jullie weten wat jullie zien, maar jullie weten helemaal niks. Maar jullie weten helemaal niks. Maar jullie... Maar we zijn zo, mijn zussen gewoon oprecht. Goedemorgen allemaal, ik zie er echt niet uit. Het is inmiddels al 1:30, maar ik heb echt lekker de hele ochtend gechilled. Ik heb deze sweater aan, deze broek, weer van gisteravond. Ik heb gewoon even snel aangetrokken, want ik ga even wat eten halen bij de supermarkt. Want mijn vader zit dus in het gips, is thuis en die moet eten. We hebben geen eten meer in huis, ik ga even naar de supermarkt wat eten halen. Dan ga ik even zalm en een broodje halen, lekker broodje zalm eten. Ja, dat ga ik dus nu doen. Oké, Bo en ik zouden gaan sporten. Ja, klopt. Maar we zaten in de sportschool en waren aan het lopen en we hadden zo geen zin. Dus nu gaan we naar Mac. Je lichaam nog? Ja,
Ja, het is echt zo erg. Het is echt niet normaal. Ja, het is echt gemeen. Gewoon, we waren zo goed bezig, waren zo gemotiveerd, maar het lukt gewoon niet. Weet je, we moeten even doel. We hebben een doel, maar ja, niet goed. Nee. En het gaat goed, maar het is echt ook weer niet. Ja, we gaan gewoon naar de fucking Mac. Ja, ja, wat maar, moeten we dan? Je gaat naar de sportschool en eindelijk ga je gewoon naar McDonald's. Ja. Het kan wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Ik kom echt thuis en mijn ouders zaten echt van, hé, je hebt wel gesporten. Ik zo, ja, maar ik wilde het vloggen. Sorry. Maakt niet uit, geen probleem. Ik wil kipnugget 6. Even kijken, kipnugget 6 hier. Met frietsaus erbij. Ja. Dan wil ik een McCroket. En zoetzuur. En ook een zoetzuur bij de kipnuggets. Ik heb deze, hè. Kan je dat niet zeggen? Ja. Oh ja, ik heb een voordeelbon. Mijn vriendin heeft een voordeelbon van 2 McCroket. 2 McCroket? Ja. Oké. Nee, maar hij snapt het niet, denk ik. Oh, wacht, nee. 2 McCroket, ja. En dan 1 zoetzuur, hè. Wil je nog wat zoer? Ik weet het echt niet. Nou, en dat doen we wel, anders gaan we gewoon nog een tweede ronde, want dat was hem, dankjewel. Okay, we hebben ook nog een nieuwe tijdelijke aanbieding van de mini apple pies. Wil je die misschien proberen? Ja, dat zag ik, maar hebben we daar zin in? Ik het zijn een soort van mini appelflapjes en we hebben er nu 3 voor 1,50 euro. Nou, ik zeg doen, doe maar 3. Naar het eerste raam. Ja, dankjewel. Hoi. Dit gaat serieus. Wat hebben we nou? Ik snap er niet van. Ik weet geen idee wat we hebben. Nee, jawel, we hebben kipnuggets, 2 McCroket en we hebben apple pie. Oh ja, what the fuck. Ik ga stukken. Oh, wat doe ik nou? Ja. Nou, we hebben dus een voordeelbon van een McCroket. Terwijl, dat is eigenlijk helemaal niet lekker om te bestellen als je bij de Mac gaat eten. Wel, ik vind de McCroket wel heel lekker hoor. Hey. Zou ik jullie nog die voordeelbon laten zien? Oh ja, we hebben een voordeelbon. Kan dat nog? Een beetje laat hoor dit. Ja, dan ja maar we hebben het al gezegd, maar nee. Ik ruik het wel hier hoor. Nee, even doe niet zo boos. Nee, doe ik. Grapje. Ja, dat was de enige. Ja, dat was hem helaas. Helaas. Kijk eens. Alsjeblieft. Nog een hele fijne avond. Hetzelfde. Ja, jij ook, werkzaam. Dankjewel hè, hoi hoi. Bye.nl. Hi. Nou, okay. Je hebt niet te verstil zijn op de heuvel, lieverd. Nee, gelukkig niet. Ik zie er ook gewoon niet uit, maar I don't give a fuck. Ik word echt wel lekker wijven met McDonald's. Oh, het is Ajax nu. Yes, thanks. Woe, food, I love it. Ik ben echt nu naar die apple pie. Ja, wat zijn er 3. Ja, dus we hebben eigenlijk... Kijk, we hebben dus dit. Lekker, dan 3 voor 1,50. Kan ik daar in de hoek staan? Ja. We hebben dus mini apple pie aanbieding. Nou, het was helemaal geen aanbieding. Wij worden weer cool, wij worden weer... Dat was de jongen, of niet? Ja. Oké, dit is echt... Oh, het is warm. Oh my god. Dan moeten we meteen eten, meteen proeven. We gaan hier. Zo, we hebben echt veel voor 8 euro. Ja, maar dat komt maar kort. Het was eerst 9 euro, maar dat is maar 1 euro korting, maar oké. Ja. Oké, zullen we die apple pie proeven? Oh, jij zit veel meer naar voren. Ja, omdat ik moet bijna doen bij het stuur. Oh, het lijkt op een appelflap. Ja, het is van een oliebol. Een soort, lijkt me echt naar kermis. Ja, lijkt echt naar kermis. Ja. Oh! Huh? Hey. Wat is hem? Het smaakt gewoon een appelflap. Nee. Wel. Ja. Ik ga even een coquette proeven. Heb je ook een beetje coquette? Die frituur is zo'n oliebol. Maar zo'n frituur van een snackbar frituur. Dit heb ik gewoon in de frituur gezeten bij de coquette. Ja. Daarom proef ik naar coquette. Ik proef gewoon coquette. Ja. Of ik moet dan aan mijn coquette denken en die ga eten straks. Nou, het deed gewoon in die frituur. Ik vind hem niet zo heel. Ik vind het niet lekker. Mm. Nou ja. Gewoon lekker, maar. Nee. Ik zou het nooit meer bestellen. Nooit. Want lekker is echt anders. Lekker is echt dat je het lekker vindt. Ja, ik vind zou het echt lekker. Nee. Ik zou het nooit meer in mijn leven bestellen. Het is niet vies. Nee. Dat heb ik niemand te doen, maar. Nou, leuk toetje. Maar kijk dan, er zit een hele zak vol, joh. Nog een McCroket.
zes. Ik doe altijd. Altijd mijn Kim Nugget in de schatje. Het gaat zo keer vast vallen. Wat? Ja, dat sausje bot. Eerst in de friet en dan in de zoetzuur. Dat is zo lekker. En ik doe gewoon echt. Ik verzuip hem in de friet. Saus. Dat is het niet. Zo, ik maak echt zo dom. Kip en bak. Wat is mijn kip? Kip zonder kop. Waar is hij nou? Babi en babi. Ik hou van saus. Ik ben echt een saus girl. Ik ook. En babi. Ik zie er niet uit. Ik zie een thuishaven. Zo. Volgende week gaan we naar thuishaven, jongens. Oh. Okay, dit is niet het mooiste hoek die je kan hebben in mijn leven. Ik moet nu even mijn telefoon filmen, want de vlogcamera ligt dus nog in Boder auto van gisteravond. In ieder geval hoop ik, anders ben ik hem kwijt. Maar ik moet dus nu naar de opticien. Want ik ga lenzen nemen. Dus ik wil dus lenzen nemen. Waarom schreeuw ik altijd? Ik schreeuw altijd. Voor sporten, festivals. Soms heb ik ook gewoon even geen zin in mijn bril, zoals nu. Soms staat het niet bij mijn outfit. Ik vind mijn bril eigenlijk ook niet helemaal leuk staan zoals ik het had gewild. Zoals ik wilde. Ja, nee, zo had ik het wel gewild, maar ik vind het gewoon niet leuk. Ik vind het gewoon niet mooi bij mezelf. Ja, ik hoor van anderen altijd andere verhalen, maar ik vind het zelf gewoon niet mooi bij mezelf. Dus dat gaan we even doen. Het is fucking koud, holy fuck. En ik had om 9:30 de afspraak en mijn moeder komt opeens, en we moesten ook nog even een kwartiertje rijden. Mijn moeder komt opeens om 9:10 van, wat de fuck doe je nog in bed? Ik was gewoon weer door mijn wekker heen geslapen. Nou, echt. Ik kan echt. Stel, ik zou op mezelf wonen. Nou, dan zou ik overal te laat komen. Echt overal. Verder moet ik vanmiddag de hele dag werken. En morgen heb ik een fotoshoot van Young Boys. Daar heb ik wel eens vaker die samenwerking mee gehad. Morgen mag ik dus model voor hun staan. Oh, volgens mij is hij zo erg onderkeer. In de avond ga ik uit. Dus yes, that's my day and weekend. Oké, okay, ik kom dus van de opticien en ik heb nu mijn lens in. Maar voor mijn gevoel zie ik echt niet heel veel beter of zo. Maar ja, misschien moet ik gewoon even wennen. Ik ben al een tijdje thuis hoor trouwens. Maar ik heb nog niks gegeten en het is nu 11:45. En ik moet werken rond 12:30. Ik kan een beetje zelf bepalen hoe laat ik begin. Maar whatever, ik mijn haar niet gevonden, het ziet er niet uit. Maar ja, ik heb dus nu mijn lens in. Maar ja, ik zie wel beter, maar ja, ik moet echt nog even wennen. Maar ik ga nu even wat eten halen. Voor mij en mijn vader. Mijn vader zit natuurlijk in het gips. Dus ga ik even eieren halen. En ga ik een lekker omeletje maken. En ik moet... Oh, ben ik een pakketje vergeten. Ik moet een pakketje op de post doen. Nou, update. Ik ben nog steeds... camera kwijt. Dan moet ik Bo komt zo brengen. En ik word nu opgemaakt door Charlie. Oh, misschien kennen ze me nog. Ja. Oh! Als je een diehard fan bent, dan ken je Charlie. Wat gingen we doen? Weet ik niet meer. Iets van de Nee, het was een Q&A volgens mij. Oh, dat was zo gay. Zo kut. Ik hoop echt dat het niet meer bestaat. Nee, bestaat ook niet meer. Nee, maar ik ga even daar neerzetten en dan gaan jullie zien hoe ik opgemaakt word. Maar... Nou, ik heb mijn vlogcamera net op tijd. We hebben een make-up gaan filmen, dus lekker bezig, Bo. Ja, vind je lekker? Ja. Het is kokos. Ja. Dat is weer echt heel kut. Maar oh, lach. Ja, lekker. Ja. Nou, ik ben inmiddels klaar met de fotoshoot. Ik ben bij mijn lieve schat. Yay. En we gaan even wat boodschappen halen, want we gaan vanavond weer die noedels maken die ik een paar vlogs geleden ook had gemaakt. Met Isabel. En... Wat? Ja.
daarna gaan we wijn halen. What the fuck? Nee, dit is echt niet normaal. Wat ik even gaan doen, dus Saar. We gaan dus weer boodschappen doen in Nieuwveen. En zet jij weer thuis af. Gooi je weer die boodschappen. En die wijn dan? Nee, luister dan even. Laat me even bijpraten. Ik ben letterlijk met de auto hierheen gekomen terwijl ik twee huizen verderop woon. Zo lui ben ik geworden. Hoe erg met je honger dat we zo dicht bij elkaar wonen? Ja. Eigenlijk kan dat echt niet. Dat is echt zo toeval. Want ja, dat je beste vrienden bent en je woont gewoon letterlijk naast elkaar zo wat. Dat is echt onmogelijk. En dus Isabel nu ook al. Ja. Vroeger woonde Isabel naast mij. Nou, nu woont ze twee straten verderop of zo. Ja. Maar wij wonen eigenlijk twee huizen naast elkaar. Ja. Echt top. Echt chill is dat. En, maar ik dacht dus, dan ga ik dus zo. Jij gaat na die moeder die wijn halen. Ja, en dit is inmiddels een tijdje verder. Ik heb mijn make-up eraf gehaald en even een nieuwe baas op gedaan. En doe ik het verder vanaf bij Bo. Ik heb even wat spullen gepakt. Want ik ga me dus omkleden bij Bo. Want ik weet nog niet wat ik aan ga doen. Ik heb 100.000 outfits mee. En waarschijnlijk trek ik Bo er kleding aan. Maar dat is altijd zo. En we gaan dus vanaf lekker koken samen. Even kijken. En uit. En ik ga nu even koffie drinken met mijn vader. Het is inmiddels een tijdje verder. Beetje kort. En Bo en ik gaan nu lekker koken. Wow. Ja. Denk dat? Ja, juist. Ja, okay, zo. Ik zie er nog niet uit, jongens. Don't mind my outfit. Wow, wat zijn we lekker bezig. Ja, het is zo lekker. We hebben toch iets meer noedels erbij, want we zijn met 4 personen. Dit was maar 1 pak, is echt weinig. Ja. Maar er moet wel meer saus bij, vind ik. Ja, sowieso. We hebben trouwens nagels opgedaan. Een beetje chili dan. Ja, een beetje chili poeder erbij. Nou, die hele pot oestersaus zit er bijna in. Dat kan echt niet. Het ziet er echt lekker uit, dus die oestersaus. Ja, heel lekker. Top. Gewoon niet zeggen. Oh, hoe lekker is dit. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten van het recept. Ik heb het nou 2 keer gemaakt. We gaan lekker scrapino maken. Oh, Saar, ik hoor niet dat je me valt in de vlucht. We gaan scrapino maken met limoncello. Wodka. Wodka. Papa, we moeten even een slogan maken. Wat kan je doen? Champagne. We doen eerst, ik heb deze sorbet-ijs, citroen. Kan ook limoen, dat is eigenlijk iets beter. Maar citroen is eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar wel sorbet-ijs. Sorbet-ijs. Dan heb ik er ook al een beetje wodka bij gegooid. Ik ga er niet meer wat in doen, want dan wordt het wel heel heftig. Want er zijn natuurlijk eigenlijk 3 verschillende soorten drank. Alcohol, drank inderdaad erin. Dus dan wordt het een beetje heftig. Limoncello, daar mag wel wat veel van. We gaan natuurlijk 3 glazen maken of zo. Hè? Dus ja. En dan gaan we even een. Maar dan gaat de hele fles champagne voor 3 glazen. Nee. Gaat toch niet de hele fles erin? Nee, maar die kan je niet meer opdrinken. Nee, klopt. Ja, is wat dat bedoel ik. Moet mijn vader vanavond even een bubbeltje. Nou, doen. Misschien lust ik wel 2 glazen, scoppino. En eigenlijk kan je het ook gewoon lekker met een vork in een bak, zeg maar mixen met een garde, heet dat volgens mij. Maar je kan ook gewoon met een blender, dan heb je het gelijk echt helemaal. Ja. Misschien is het nog heel veel, hè? Nee, lekker. Heel citroen door die sorbet. Ja, maar ik heb de hele bak niet. Hey jongens, zitten we in de auto onderweg naar de supperclub. Oké,
zo'n kater, niet normaal. Het is al 6 uur. Ik ga nu pizza eten. Mijn ouders zijn net eten. Ja, gisteren was echt super leuk. Uiteindelijk thuisgebracht door een vriend. En zijn auto was gewoon een baksteen door zijn ruit gegaan. Dat is niet normaal. Kijk, de hele auto was gewoon in glas. Die hele auto lag gewoon in glas en dat raam maar. Dat is echt niet normaal. Oké, ik was gisteren echt dood. Dus ik heb niet meer de vlog afgesloten. Ik heb gewoon... Dus ik sluit hierbij de vlog af. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ja, vergeet zeker niet een blij duimpje omhoog te geven natuurlijk. Als je de vlog weer leuk vond. Vergeet niet te abonneren. Reacties achter te laten. You know it. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.